Hugo de Groot. Een van de meest tot verbeelding sprekende figuren in de vaderlandse geschiedenis. Zijn boekenkist is hoog nodig aan een renovatie toe. Daarom verlaat hij vandaag zijn vaste stek in het Prinsenhof. Het is niet zo dat bij die restauratie de kist weer helemaal als van ouds eruit komt te zien. Hij zal heel erg terughoudend gerestaureerd worden. Dat betekent dat de materialen allemaal geconsolideerd zullen worden, zodat het verval wordt gestopt en de kist is veiliggesteld voor de komende eeuwen. Herman den Otter, houtspecialist, maakte een speciale transportkist om de boekenkist veilig te vervoeren. Hij moet dus aan alle kanten vastzitten. Dus helemaal niet vooruit, niet achteruit, niet naar links, naar rechts, maar ook niet naar boven. Dus hierboven komt binnen in die kist een soort drukbalk. Die zweeft er net boven eigenlijk. Dus mocht de vrachtwagen een sprongetje maken, zou ik maar zeggen, dan kan die kist eventueel nog iets omhoog gaan. Maar dan kan die nooit zeg maar, uit die hoekklampen losschieten. Dus hij kan nergens heen. Okay. Maar is dit eigenlijk wel de echte kist? Nou, dat is natuurlijk een grote puzzel. Ik ben bang dat deze restauratie daar ook niet een antwoord op zal gaan geven. Het is wel zo dat we natuurlijk heel alert zullen zijn of we geen DNA-sporen in de kist zullen aantreffen. Die kans is niet heel erg groot, maar daar zullen we natuurlijk wel naar kijken. Als alles goed vastzit, gaat de kist met een speciaal kunsttransport naar het atelier van Herman. Wij blijven de restauratie op de voet volgen. U ook?